Goedenavond, dit is Ter Zake. 1 mei vandaag, dag van de arbeid, dus ook feestdag. En dan krijgt u van Ter Zake zoals gewoonlijk één reportage. Wat is er gebeurd met het lijk van Adolf Hitler nadat hij zelfmoord had gepleegd 50 jaar geleden? De geheime dienst van de Sovjet-Unie had strikte orders gekregen van Stalin. Ze vonden ook Hitlers lijk, namen het mee op in omzwervingen door Oost-Duitsland, allemaal in het grootste geheim. Nu pas wordt het ware verhaal prijsgegeven. Straks een reportage over de Russische geheime dienst en het stoffelijk overschot van Hitler. Maar nu dat Van Ter Zake gewoon is op feestdagen, hebben we ook vandaag voor u één reportage. Met als titel Hitler dood maar niet begraven. Gisteren, precies 50 jaar geleden, pleegde Adolf Hitler zelfmoord samen met zijn vrouw. Ook zijn minister voor Propaganda, Joseph Goebbels, en diens gezin kwamen toen aan hun eind. Hij en zijn vrouw brachten eerst hun 6 kinderen om en pleegden dan ook zelfmoord. Het lijk van Hitler werd na de zelfmoord gedeeltelijk verbrand en dan begraven in de tuin van de kanselarij. Het Rode Leger veroverde kort nadien Berlijn en ook de bunker waar Hitler zelfmoord had gepleegd. Stalin had opdracht gegeven aan zijn geheime dienst om Hitler te vinden en alleen aan hem, aan Stalin dus, over die zoektocht verslag uit te brengen. Uiteindelijk vond de geheime dienst het lijk en nam het mee. Pas onlangs is dat verhaal uitgekomen. Voor het eerst ook spreekt een lid van de ploeg van de geheime dienst die het lijk van Hitler heeft geïdentificeerd. Het stoffelijk overschot is niet minder dan 8 keer heropgegraven, zo blijkt nu. En uiteindelijk is het in 1970 vernietigd. Hitler is dus na veel omzwervingen nergens begraven. Op 21 april 1945 bereikte het Rode Leger de buitenwijken van Berlijn. In overleg met de Westerse bondgenoten viel de Russen de eer te beurt de Duitse hoofdstad te veroveren. De Russische aanval op Berlijn was een van de hevigste en bloedigste veldslagen van de oorlog. Hitler had zijn generaals opgedragen de stad tot de laatste man te verdedigen. Wie troepen achterhield of terugtrok, zelfs om tactische redenen, zou worden gefusilleerd. De Russen, die wisten dat de Duitsers zich zouden verdedigen tot de laatste man, gooiden alles in de strijd. Zonder ophouden bestookte Stalin-orgels de eens zo trotse hoofdstad van het Derde Rijk. Straat na straat moesten de soldaten van het Rode Leger op de Duitsers veroveren. De verliezen aan beide zijden waren ontzettend hoog. De oprukkende Sovjet-troepen hadden Berlijn in 9 sectoren verdeeld. Hun eerste doel was sector 9, met de Rijksdag, de Rijkskanselarij, het ministerie van Propaganda en andere regeringsgebouwen. Wat de Russen niet wisten, was dat ook Hitler zich in sector 9 bevond, in een ondergrondse bunker. De Duitse radio had weliswaar omgeroepen dat de Führer onder zijn volk was, maar de Russen deden dat af als volksverlakkerij. Op 20 april 1945, daags voor het Rode Leger Berlijn bereikte, vierde Hitler in zijn bunker zijn 56e verjaardag in het gezelschap van zijn intimie. De bunker bevond zich 20 meter onder de grond, vlak onder de Rijkskanselarij. De buitenmuren waren 2 meter dik. Op het dak van gewapend beton lag een 10 meter dikke laag aarde. Er waren 2 niveaus. De bovenste verdieping bestond uit 12 kleine vertrekken, waaronder een keuken en een voorraadkamer. En slaapkamers voor dienstboden en gasten. Er was ook een grote galerij die dienst deed als eetkamer. De onderste verdieping omvatte 20 kamers aan weerszij van een gang, 18 meter lang bij 3 meter breed. Dit was het militaire hoofdkwartier van het Derde Rijk, de laatste van 13 zulke commandoposten van waaruit Hitler de oorlog had geleid. De 20e april verliet Hitler even de bunker. In de verwoeste tuin van de Rijkskanselarij inspecteerde hij een delegatie van de Hitlerjeugd. Kinderen van 12, 13 jaar die Berlijn moesten verdedigen. De aanwezigen waren geschokt door Hitlers getekende uiterlijk. Hij zag er 76 uit in plaats van 56. 10 dagen later zou hij in dezelfde tuin begraven worden. Dit zijn vermoedelijk de laatste filmbeelden van Hitler voor zijn dood.
Twee dagen na zijn verjaardag op 22 april kreeg Hitler een zenuwtoeval. Hij weigerde de nederlaag onder ogen te zien, ook al hadden de Russen intussen de stad omsingeld. De Führer zette eenheden in die al lang niet meer bestonden. Zijn generaals, die beter wisten, speelden het spelletje mee. Diezelfde dag nam Hitlers trouwste medestander, propagandaminister Joseph Goebbels, het vreemde besluit om ook zijn vrouw en kinderen in de bunker te laten intrekken. De 6 kinderen van Magda en Joseph Goebbels, de jongste was 5, de oudste 12, speelden spelletjes in de bunker alsof er niks aan de hand was. De secretaressen die op de kinderen moesten passen, wisten welk lot hun te wachten stond. Ze deden geheime pogingen om de kinderen in veiligheid te brengen, maar die liepen op niets uit. Op 25 april, 5 dagen na zijn 56e verjaardag, nam Hitler het besluit een einde te maken aan zijn leven. Aan zijn bediende, Heinz Linge, gaf Hitler precieze instructies. Hij zou zichzelf voor het hoofd schieten, daarna moest Linge zijn lichaam in de tuin van de Rijkskanselarij verbranden tot er niets van overbleef. Hitler stond erop dat zijn lichaam onherkenbaar zou zijn na zijn dood. Boven woedde de strijd intussen in alle hevigheid voort. Langzaam maar zeker rukten de Russen op naar het centrum van Berlijn. Hun doel, de Rijksdag, het symbolische hart van het Derde Rijk. In de bunker wachtte iedereen op het onvermijdelijke. Er werden gifcapsules uitgedeeld. Het was geen geheim meer dat Hitler zelfmoord wou plegen. Op 28 april sloeg Hitler het gezelschap in de bunker andermaal met verbazing. Totaal onverwacht kondigde de Führer zijn huwelijk aan met zijn maîtresse Eva Braun. Eva Braun, 23 jaar jonger dan Hitler, was al 15 jaar diens maîtresse. Maar alleen de intimi wisten van die relatie af. Officieel was Eva Braun een van Hitlers vele secretaressen, wat haar aanwezigheid op officiële gelegenheden verklaarde. Eva Braun nam haar intrek in de bunker op 15 april 1945, 13 dagen voor haar huwelijk met Adolf Hitler. De plechtigheid had plaats kort voor middernacht op 28 april. De huwelijksakte vermeldt alle relevante gegevens van bruid en bruidegom. Hitlers handtekening is een haast onleesbare krabbel. Zijn kersverse vrouw tekent met Eva in de eerste letter van Braun, schrijft dan Hitler. De getuigen zijn Joseph Goebbels en Martin Bormann, Hitlers persoonlijke secretaris. 2 uur later, beschrijven dan al 29 april, dicteerde Hitler zijn laatste wilsbeschikking en politiek testament. Daarin wijst hij elke verantwoordelijkheid voor de oorlog af en legt de schuld bij het internationale Jodendom. Nog een etmaal later, om 3:30 'smiddags op maandag 30 april 1945, maakte Adolf Hitler een eind aan zijn leven. Eva Braun, zijn vrouw van 2 dagen, stierf met hem. Hoe Hitler precies aan zijn eind kwam, daarover bestaan tot op de dag van vandaag verschillende versies. Maar een aantal dingen staat vast. De plaats van het gebeuren, Hitlers salon in de bunker. Hij had 2 pistolen bij zich en 2 cyanidecapsules. Eva Braun had haar eigen kleine pistool en 2 soortgelijke pillen. De eerste die de kamer na afloop betrad was Heinz Linge, Hitlers lijfknecht. Linge verklaarde later dat Hitler zich in de rechterslaap geschoten had met het kleinste van de 2 pistolen. SS'ers wikkelden de lijken in dekens, droegen ze in de tuin en legden ze in een ondiepe bomkrater, ongeveer 3 meter van de nooduitgang van de bunker. Ze overgoten de lijken met benzine en staken ze in brand. Na enkele uren meldde een SS-man dat de lijken niet meer te herkennen waren. Nadat het vuur was uitgebrand, werd het stoffelijk overschot begraven. Adolf Hitler, de almachtige Führer van het grote Duitse Rijk, was niet meer. Maar daarmee is het verhaal van Hitlers dood niet afgelopen.
Slechts enkele honderden meter verderop hadden soldaten van het Rode Leger intussen de Rijksdag veroverd. Trots planten ze de hamer en sikkel op het dak. Ook de Rijkskanselarij en het ministerie van Propaganda, met daaronder Hitlers bunker, vielen in handen van de Russen. De val van Berlijn betekende het feitelijke einde van de oorlog in Europa. Binnen enkele uren sloten de Russen sector 9, het centrum van Berlijn, hermetisch af. Het duurde niet lang voor ze de bunker onder de Rijkskanselarij ontdekt hadden. De zoektocht naar de nazi-kopstukken begon. Een kleine groep van de contraspionagedienst van het Rode Leger, bekend als de SMERSH, werd belast met de zoektocht naar Hitler. Leider van het SMERSH-team was deze man, luitenant-kolonel Ivan Klimenko. Het jongste lid van de groep was een 23-jarige tolk, luitenant Jelena Rjeveskaya. Stalin eiste de grootste geheimhouding omtrent de zoektocht naar Hitler. 47 jaar lang weigerde Jelena Rjeveskaya alle interviews aan westerse journalisten. Nu de Sovjet-Unie niet meer bestaat, wil ze haar verhaal doen. Onze opdracht was Hitler te grijpen, dood of levend. Eerst moesten we dus uitzoeken of hij in Berlijn was en ons niet op een dwaalspoor laten zetten. De avond van de 2e mei vonden mijn rechtstreekse superieur, majoor Bistrov en een luitenant-kolonel het lijk van Goebbels. Het lag vlakbij de nooduitgang van de bunker van Hitler. Vijf uur na de dood van Adolf en Eva Hitler pleegden ook Jozef Goebbels en zijn vrouw Magda zelfmoord. Op slechts enkele passen van de plaats waar Hitler en zijn vrouw lagen, beet Magda Goebbels een cyanidecapsule stuk. Ze was onmiddellijk dood. Haar man Jozef volgde haar voorbeeld. Ook hun lijken werden in brand gestoken. Russische soldaten vonden twee Walter-pistolen naast de lijken. Dat gaf aanleiding tot jarenlange speculatie dat Goebbels zijn vrouw eerst een kogel door het hoofd joeg en daarna zichzelf doodschoot. Maar het autopsieverslag van de Sovjets is formeel geen sporen van dodelijke verwondingen. In mei 1991, 46 jaar na de feiten, gaf het Sovjet-regeringsarchief deze filmbeelden officieel vrij. Het eerste visuele bewijs van de dood van Jozef en Magda Goebbels. Het lichaam van Jozef Goebbels, hoewel half verkoold, is gemakkelijk te herkennen aan de beugel van zijn verlamde rechterbeen. Naast zijn lijk ligt zijn Walter P-38-pistool. In Berlijn deden de Russische soldaten nog een tweede huiveringwekkende ontdekking. De lijkjes van de 6 kinderen van Goebbels. Alles wijst erop dat Magda Goebbels de kinderen heeft vermoord met de hulp van dokter Ludwig Kunz, een tandarts van de SS. 2 uur voor ze zichzelf van het leven beroofde, bracht Magda Goebbels de kinderen samen en vertelde hun dat het hele gezin weldra naar de Berghof zou vertrekken, Hitlers buitenverblijf in Beieren. Alle kinderen kregen witte nachtponnetjes aan, Magda borstelde hun haar, gaf ieder van hen een zoen en bracht ze naar hun slaapkamer op de bovenste verdieping van de bunker. Aan zijn Russische ondervragers vertelde dokter Kunz later dat hij de kinderen een morfine-injectie gaf om hen te doen inslapen. Even later plaatste Magda Goebbels een gifcapsule in hun mond en verbrijzelde ze tussen hun tanden.
De Russen wisten intussen uit de ondervraging van getuigen dat Hitler zelfmoord had gepleegd in de bunker. Maar één essentieel punt, zegt Jelena Rjeveskaya, wisten ze niet, dat ook zijn lijk verbrand was. Vlak bij de nooduitgang van de bunker bemerkten soldaten een kuil die losjes was dichtgegooid. Ze groeven hem open en vonden twee lijken, één van een man en één van een vrouw. Ze waren gedeeltelijk verbrand. Maar omdat de soldaten toen nog niet wisten dat ze naar verbrande lijken moesten zoeken, gooiden ze de put weer dicht. Bovendien hadden enkele generaals daags voordien, de 3 mei, een aantal lijken zien liggen in een droogstaand zwembad in de tuin van de Rijkskanselarij. En in het voorbijgaan zei een van de generaals: "Kijk daar, dat lijkt Hitler wel." Het lijk werd naar de ingang van de Rijkskanselarij gebracht en enkele Duitsers moesten er naar komen kijken. Maar ze zeiden allemaal: "Oh nee, dat is Hitler niet." Van ver leek hij er wel op met zijn snor, maar van dichtbij kon je zien dat hij het niet was. Deze twee foto's zijn sinds 1945 in verschillende boeken en publicaties verschenen. Beide zouden foto's zijn van de dode Hitler. Ze zijn allebei vals. Dit is de duidelijkste vervalsing. In werkelijkheid is dit een beeld uit een film gedraaid in Hitlers villa in de Bergen. Het is waarschijnlijk de enige film of foto waarop Hitler met gesloten ogen te zien is. Kort na de oorlog gaf de Sovjetregering deze foto vrij, waarop zogezegd het lijk van Hitler te zien is met een foto van zijn moeder op zijn borst. We weten nu dat het om een andere man gaat. Maar die 3 mei was de verwarring groot. Vooral nadat de Duitse vice-admiraal Voss verklaard had dat deze man wel degelijk Hitler was. Toen Stalin van het hele voorval hoorde, was hij erg ontstemd. Hij gaf instructies dat de verdere zoektocht naar Hitler in het grootste geheim moest gebeuren. En als we iets ontdekten, mocht er niemand bij komen. Geen journalisten, nog uit de Sovjet-Unie, nog uit het buitenland. Wie deze man dan wel was, is nooit achterhaald. De Russen gingen op zoek naar nazi-officieren en sympathisanten die informatie konden verschaffen over Hitler. Een van de nazi's die zo opgepakt werden was admiraal Voss. Voss trachtte uit Berlijn te vluchten in burgerkleren. Maar een vrouw merkte zijn dure gouden horloge op en leverde hem over aan de Russen. Voor vele nazi's en nazi-sympathisanten was gevangenneming door de Russen het ergste wat hun kon overkomen. Deze Duitsers verkozen de dood. Van gevangen genomen Duitse officieren had het SMERSH-team intussen vernomen dat ze naar een verbrand lijk moesten zoeken. En niet één, maar twee lijken. Want nu pas hoorden ze dat Hitler net voor zijn dood met Eva Braun was gehuwd en dat ook zij zelfmoord had gepleegd. Het was al 4 mei toen de zoektocht zich opnieuw toespitste op de tuin van de Rijkskanselarij. Een groep Russische soldaten kreeg opdracht de tuin uit te kammen. Opeens merkte een soldaat in een bomkrater vlak voor de nooduitgang van de bunker. Hij riep naar Klimenko, de leider van het SMERSH-team, dat hij beenderen kon zien. Klimenko gaf 2 soldaten bevel de aarde weg te graven. Ze vonden 2 half verbrande lijken, een man en een vrouw. Dezelfde lijken die andere soldaten de eerste dag al hadden opgedolven en dan opnieuw begraven. De lijken waren zwaar verbrand en de gezichten waren onherkenbaar. En dus moesten we ze trachten te identificeren. Maar dat liep niet van een leien dakje.
Wij, dat waren een majoor, een kolonel en ik als vertaler. We vonden dat we ondubbelzinnige gegevens moesten verzamelen. Bewijzen die ook voor later konden bewaard blijven. Майор, полковник и я как переводчик. Дело в том, что we moesten de lijken zien weg te halen uit de Rijkskanselarij. Dat was niet eenvoudig, want die lag buiten de jurisdictie van onze afdeling. De grens van ons legeronderdeel was de Rijksdag. De kanselarij lag daar 500 meter vandaan en viel onder de bevoegdheid van het 5e aanvalsleger van generaal Berzarin. En Berzarin had bevel gegeven dat niemand daar binnen mocht. Dus hoe moesten we Hitler daar wegkrijgen? En toen deden we iets heel ongewoons. Het lijk van Hitler en dat van Eva Braun werden in lakens gewikkeld en over het hek doorgegeven. Daar stonden twee kisten klaar en een auto om ze weg te voeren. Het SMERSH-team moest de lijken letterlijk stelen van hun eigen kameraden om een degelijke autopsie en identificatie mogelijk te maken. De lijken werden in twee munitiekisten gelegd en naar het Berlin-Buch ziekenhuis gebracht, 30 kilometer verderop, in het uiterste noordoosten van Berlijn. Daar voerde een team van Russische dokters een lijkschouwing uit. Het team onderzocht ook het stoffelijk overschot van Jozef en Magda Goebbels en hun 6 kinderen. De autopsie had plaats in dit kleine grijze gebouw aan de rand van het grote ziekenhuiscomplex. Het ziet er nog net zo uit als 50 jaar geleden. De lijkschouwing gebeurde onder toezicht van dokter Faust Sharavsky, de hoofdpatholoog van het eerste Wit-Russisch leger. Op deze foto is Sharavsky de derde man van rechts. Het lijk op de autopsietafel is dat van generaal Hans Krebs. Ook Krebs nam een gifcapsule in, na een mislukte poging om tot een staakt het vuren te komen met de Russische bevelhebbers. Hij was de eerste om de Russen te vertellen dat Hitler dood was. De vrouw op de foto is majoor Anna Marans. Zij was het die het lijk van Hitler dissecteerde onder toezicht van dokter Sharavsky. De verslagen van de lijkschouwingen hebben al die tijd in de archieven gelegen in Moskou. Slechts weinig mensen hebben ze ooit te zien gekregen. Dit is de eerste bladzijde van het autopsieverslag van Hitler. Het verslag is heel gedetailleerd en somt bevindingen op van het inwendig en uitwendig onderzoek. Veel aandacht gaat naar het onderzoek van Hitlers kaakbeen met gebit dat nog relatief intact was. Het verslag is gedateerd op 8 mei 1945 en vernoemt de 5 leden van de autopsiecommissie. Dit zijn de voornaamste conclusies. Het lichaam, zwaar beschadigd door vuur, is dat van een man tussen 50 en 60 jaar oud en 165 centimeter lang. In de mond zijn scherven gevonden van een glazen ampoule. De linker testikel was onvindbaar. Er zijn geen zichtbare tekenen van dodelijke letsels of ziekte. Doodsoorzaak, vergiftiging door cyanide. Samengevat, Hitlers lijk vertoonde geen tekenen van verwonding. Hij stierf door cyanidevergiftiging, een deel van zijn schedel ontbrak en hij had maar 1 teelbal. Dat verklaart misschien waarom Hitler zich tijdens zijn leven nooit aan een grondig medisch onderzoek heeft willen onderwerpen. De authenticiteit van dit rapport staat buiten kijf, maar het strookt niet met de versie die altijd in het Westen voor waar is aangenomen. Volgens Westerse officieren die nazi-getuigen hebben ondervraagd, zou Hitler tegelijk gif hebben ingenomen en zichzelf in de rechterslaap geschoten. In dat geval moest er een kogelgat zijn. Het SMERSH-team wist dat het Westen een andere versie van de feiten had, maar Stalins orders waren duidelijk, geen overleg. Een ander Russisch onderzoeksteam vond enige tijd later een stuk van een schedel. Aangenomen werd dat het ontbrekende stuk was van Hitlers schedel.
De Russen herzagen hun theorie. Hitler zou wel een kogel door het hoofd hebben gekregen, maar die zou door iemand anders afgevuurd zijn. En pas nadat de Führer gestorven was door vergiftiging. Volgens de Russen was het uitgesloten dat Hitler de twee handelingen tegelijk verrichtte. Daarvoor was hij te verzwakt, zo bleek uit het getuigenis van generaal Karl Wiedling, de laatste bevelhebber van Berlijn. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом. Maar wie gaf Hitler dan het genadeschot? Volgens Jelena Rjeveskaya moet het zijn lijfknecht geweest zijn, Heinz Linge. Linge vertelde dat hij Hitlers privésuite was binnengegaan. En toen hij weer buiten kwam, had hij gezegd: ik heb op de Führer geschoten. Hij was natuurlijk helemaal van de kaart. Want hoewel de Führer al dood was toen hij schoot, kunt u zich voorstellen wat het voor hem moet geweest zijn om op de Führer te schieten? Linge legde heel tegenstrijdige verklaringen af. Hij werd verscheidene malen ondervraagd en in de archieven liggen vele verslagen. De ene keer zei hij dit en later zei hij weer wat anders, in tegenstelling tot andere getuigen die meestal bij hun eerste versie van de feiten bleven. Maar bij Linge was het heel moeilijk om te begrijpen wat hij zeggen wou. De makkelijkste manier om Hitlers lijk te identificeren was via het gebit, dat nog relatief intact was gebleven. De Russen vonden de naam van Hitlers persoonlijke tandarts, dokter Hugo Blaschke. Blaschke hield praktijk op de Kurfürstendamm nummer 213 in wat tot voor kort de chique wijk van Berlijn was. Maar Blaschke was vlak voor het begin van de Russische aanval de stad ontvlucht. Op nummer 213 troffen de Russen wel zijn assistente, Kate Häusermann, aan. Zij was in Berlijn gebleven om een Joodse vriendin te beschermen. In het bijzijn van dokter Sharavsky, het hoofd van de Russische lijkschouwingscommissie, maakte Kate Häusermann uit het hoofd een schets van Hitlers gebit, inclusief de hulzen. Sharavsky vergeleek de schets met het gebit van het lijk. Ze waren identiek. Jelena Rjeveskaya kreeg Hitlers kaakbeen in bewaring. Ze liep er een aantal dagen mee rond in haar tasje, voor ze het kon overhandigen aan een hoge officier van de Sovjet-Russische geheime politie. Die bracht het naar Moskou, waar Stalin zelf het inspecteerde. Volgens Jelena Rjeveskaya ligt Hitlers gebit daar nu nog. Maar voor Kate Häusermann was dat helaas niet het einde van het verhaal. Zij werd naar Moskou gebracht en gevangen gezet. Na 11 jaar eenzame opsluiting mocht ze terug naar het Westen. De Russen wisten nu met zekerheid dat ze Hitlers lijk gevonden hadden. De vraag was echter, wat moest ermee gebeuren? Uit verslagen van de KGB blijkt dat Hitlers lijk tussen 1945 en 1970 niet minder dan 8 keer begraven werd en weer opgegraven. Het SMERSH-team was een mobiele eenheid en overal waar het team ging, gingen de lijken mee. Alle 11. Dat van Hitler en Eva Braun, generaal Krebs, Magda en Jozef Goebbels en de 6 kinderen. Het hoofdkwartier van de SMERSH lag in Finow, de noordoosten van Berlijn. Finow bleef een Sovjetbasis tot op het moment van de Duitse hereniging. De lijken werden er begraven in dit bos, net buiten het dorp. Uiteindelijk belanden de lijken in Magdeburg, een Oost-Duitse stad dicht bij de grens met West-Duitsland. Daar had de KGB 2 huizen in de Klausenerstraße. Het stoffelijk overschot van Hitler en Eva Braun werd begraven naast de garage van nummer 32, dat van het gezin Goebbels en generaal Krebs in de rozentuin van nummer 36. Hier bleven de lijken bijna 25 jaar lang liggen, tot in 1970. Toen liet de KGB ze in het grootste geheim weer opgraven. Het Duitse weekblad Der Spiegel publiceerde vorige maand een brief van ex-KGB-chef Juri Andropov. Daarin bevestigt Andropov dat hij al de lijken toen heeft laten verassen om te vermijden dat ze ooit in handen zouden vallen van neonazi's.
Op het braakliggend stuk grond dat eens de siertuin van de Rijkskanselarij was, lopen nu toeristen. Op de plaats waar Hitlers lijk begraven lag, staat een flatgebouw. Alle toegangen tot de ondergrondse bunker zijn voorlopig dichtgemaakt. Hitlers laatste commandopost ligt nu onder de aarde. Al wat bovengronds overblijft is een luchtkoker te midden van een kale vlakte.